Welkom bij deze podcast van Verbakossen, joh. De betonpomp. De mixer. En in de verte ook nog de trilnaald. Beton net gestort, dus ik denk neem de podcast op. Nu nog kan, maar ik loop even weg. Bouwproject. Wat doe je bij de fundering storten? Belangrijk. Tekening aanhouden. Alles op tijd bestellen. Zorg dat je niet te weinig wapening hebt. Niet te weinig betonpleks voor de kist. Of je hebt een prefab kist. Maar toch zie ik heel veel mensen nog zelf de kisten uittimmeren. Vooral natuurlijk bij in de woningbouw. Zorg dat mensen op tijd zijn. Dus de betonmixer. Zorg dat hij genoeg beton bij zich heeft. Dat hij de juiste beton heeft. Dus dubbel check dat. De betonpomp krijg je er niet standaard bij. Degene die met de grote betonmolen aankomt, die zal in principe niet helpen. Degene met de pomp ook niet. Dus zorg dat je zelf genoeg manschap hebt om dat te doen. Storten doe je in principe met twee, liever nog met drie. Eentje met de trilnaald. Dat is om het beton te verdichten als je helemaal is gestort. En de andere heeft gewoon de slang vast. Beetje sterk moet je wel zijn, want er komt behoorlijk wat kracht op. Ligt natuurlijk aan hoe dik die slang is. Je hebt allerlei maten. En dan kan de beton gestort worden. Zorg ook echt dat de maatvoering duidelijk is. Als je beton aan het storten bent en je hebt één maatstreepje op een kist staan. Nou, die is na één keer storten, is de maatstreepje onleesbaar. Dus heb ook echt de maten in je hoofd op papier om te dubbelchecken. En dat is eigenlijk beton storten. Ook erg belangrijk, de kist moet goed stevig staan. Dus schoor hem goed af aan de bovenkant, aan de onderkant. Koppel balken met een grote balken bovenop die je echt goed vastschroeft. In mijn ervaring is dat je niet voldoende kan doen om hem te schoren en vast te zetten. Want als hij helemaal klapt, dan is het ook niet meer te houden, zeg maar. Dan is niet alles alleen voor niets geweest om het op te ruimen. Want het hakt natuurlijk meteen uit. Het is gewoon één grote bende. Je laat het ook nergens, zeg maar. Dus dan heb je altijd een hele grote schadepost. Soms ook verzekeringswerk, zeg maar. Als het huis inloopt, een kelder inloopt, een tuin inloopt. Echt veel gedoe. Wil je niet, doe dat niet te schraal. Zoals ze dat zeggen. Maar doe echt gewoon de juiste voorzorgsmaatregelen treffen. En dan kun je de fundering storten en... De wapeningstekken door laten steken. Trouwens, je moet hem ook vaak laten controleren door de gemeenteambtenaar. Dus doe dat ook en maak ook echt foto's vooraf. Om later dingen aan te kunnen tonen. Dat zijn de belangrijkste dingen bij betonstorten. Dus dat is een podcast. Ik vond het even leuk om nu op te nemen, maar ik loop nu snel terug. Succes en tot de volgende Verbouw podcast.